En een hele goede morgen, lieve mensen. Vandaag hebben we een beetje een rustige dag. En we zijn er eindelijk achter gekomen waarom de baby's zo aan het huilen waren de afgelopen dagen. Ze hebben echt 4 dagen non-stop gehuild, geloof ik. Ja, naast 3 dagen non-stop en 1 dag dat ze wat huilerig waren. Ja. Maar we zijn dus eigenlijk achter waarom ze dat zijn. En dat legt Darcy even uit. Een hele goede morgen, lieve mensen. Het is vandaag maandag. En vandaag hebben we een hele drukke week in het vooruitzicht. Dus vandaag gaan we nog eventjes... Is het dinsdag? Dinsdag vandaag. Dus dat is ook de reden dat we vandaag nog eventjes rustig aan gaan doen. We gaan vandaag lekker veel serie kijken. We hebben een nieuwe serie ontdekt. Hadden we gisteren al verteld, hè. We hebben weer een klein beetje opgeruimd in de ochtend. En nu... zit papa lekker te knuffelen. En we gaan zo aan de volgende voeding beginnen van 3 uur. Ik denk dat we ook nog even boodschapjes moeten doen na 3 uur. Dat we even moeten wandelen. Het is ook lekker weer, dus dat kan ook. Ik heb ook dorst en ik heb trek in bubbeltjes. En iemand zei tegen mij op Twitter, ze hebben waarschijnlijk een regeldag. En dat betekent dat ze eigenlijk gewoon een groeispurt hebben. En een regeldag, de symptomen daarvan zijn dat ze heel erg van het huilen zijn. Continu honger hebben. En ik zei het een paar dagen geleden nog in de vlog. Dat ze gewoon na hun voeding eigenlijk alweer honger hadden. Ja, Luna. Ik ga even naar de baby. Ze gaat nu al leren lopen. Kijk, 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 kijk. En andere voetje. Ja, zet maar neer. Ja, dat kan nog helemaal niet. Nee, maar ze doet wel stof. Ja. Zo raar. Oh, hey. Toen was het alweer tijd om even wat boodschappen te gaan halen en natuurlijk lekker te wandelen. We gingen even naar de supermarkt, maar we gingen ook langs de... Iran. Ik noem het elke keer anders, ik weet het niet. Okay, de Iranier, de Turk, de Afghaan. Het is een Iranees. En die heeft daar in de supermarkt zitten en die verkoopt superveel fruit. Heel erg goedkoop. Oké, Luna en Marley zijn weer ingepakt. We gaan eventjes boodschapjes doen voor vanavond. En ik vind het nogal zwaar, dus Thomas mag alle twee de dingetjes naar de kinderwagen tillen. Ik ben zo bang dat ik het laat vallen. In het begin waren ze gewoon wat minder zwaar. Ja, precies. En het wordt steeds zwaarder. Laatst kon ik het niet meer met 1 hand tillen. Met 2 handen wordt het lastig. Toen liep ik zo. Toen dacht ik, oké, laat maar. Ik ga het niet meer doen. We hebben lekker boodschapjes gedaan. En super handig aan deze kinderwagen is dat er natuurlijk 2 keer zoveel ruimte in zit dan normaal. Dus we kunnen daarin 2 keer zoveel spullen kwijt. Eigenlijk gewoon al onze boodschappen zitten altijd gewoon daaronder in. Oh, het is alleen wel een nadeel omdat er 2 wiegbakken zitten, is natuurlijk die ruimte daaronder helemaal niet makkelijk bereikbaar. Nee, dus het is altijd een beetje proppen. Maar als het dan eenmaal erin zit, dan heb je wel heel veel spullen die erin kunnen. Dat wel. Lieve Peep. Het is zo mooi weer dat ze eigenlijk niet eens een mutsje hoeven. Maar nee. Ik heb wel meegenomen voor... voor de zekerheid. Voor de zekerheid, maar ze zijn wel warm. Maar ze hebben nu gewoon hun capuchonnetje op. Kijk, dat is ook al prima. Ze zijn warm. Nou, het is wel minder, meer dan een half uurtje geleden. Ja, het zonnetje zit even achter een wolk. Achter een wolk? Goed, een wolk. Er is geen lege plek meer te bekennen ineens. Het gaat denk ik zo regenen. En zoals jullie misschien wel in de vorige vlog ook al hebben gemerkt, ben ik gewoon heel erg gek op passievrucht. Dus ik kon het niet laten om deze keer ook weer passievrucht mee te nemen. Je bent niet alleen gek op passievrucht, je bent gek! Je weet hoe gek. Thomas vindt het niet zo leuk dat ik zoveel passievrucht heb. Nee, het is gewoon niet goed voor je. Maakt niet uit. De baby's hebben we lekker uitgepakt. En je melkproductie is ook naar beneden gegaan. Dat heeft misschien te maken met de passievruchten? Nee. Oh. Weet je nog dat ik gisteren zo'n zak liet zien? Met ongeveer dezelfde inhoud. Die is op, dus ik heb weer nieuwe gehaald. Met dit keer ook deze erbij. Echt super lekker. Iedereen zegt in de comments. Ja, dat is super ongezond. Veel te veel fruit. Ik heb het al 1000 keer tegen haar gezegd. Dat is echt niet goed als je zoveel fruit eet. Maar het is zo lekker. Zo zuur, dat is echt niet goed. Maar ik vind het beter dan verslaafd zijn aan chocola. Ja. Maar alles waar te voor staat is niet goed, dat weet ik ook wel. Maar ik vind het gewoon echt heel erg lekker. En ik weet, dit is seizoensfruit en ze zijn nu in de aanbieding. Dat betekent denk ik dat ze eruit gaan. Dus ik koop gewoon de hele bak die er staat, bijna. Nou, waarschijnlijk vandaag en gisteren is een hele bak vol, denk ik. Ik kan zelf een fruitzaak beginnen met hoeveel van die groep. Pak de kinderen uit. Oké. Okay. Ja, liefjes. Het is warm hier binnen, hè? Ja. Komt omdat het buiten weer wat warmer is. Dan staat die verwarming eigenlijk te hoog. Alle 2 in diep coma. Nee,
Oh, Luna wordt wakker. Ja. Ik heb vaseline op haar hoofd gesmeerd omdat mensen zeiden dat dat goed was. Zeg maar, als ze zichzelf dan krabt, dan krabt ze eerst langs het vaseline in plaats van haar eigen huid. En aangezien ik die nageltjes wel vel, maar het totaal geen nut heeft, want ze zijn gewoon scherp, heb ik dat maar gedaan. En dat was kittens. Ja. En puppies. Het zijn gewoon scherpe nageltjes. Niet zo boos kijken hoor. Je bent hartstikke cute. Gaan we lekker in de box? Gaan we je sokjes uitdoen, want die zijn ook veel te warm. Je bent echt wel lekker warm. Het is maar goed dat we geen mutshop hebben gedaan, hè? Mm-hmm. Gaan we zo lekker knuffelen. Ja, gaan we zo lekker knuffelen. Kook jou alvast water. Als je terugloopt. Nou, dat is makkelijk. Zat haar handen omhoog, ik kon haar jasje zo uittrekken. Ik ga eventjes mijn medicijn innemen, want dat ben ik vandaag al de hele dag vergeten. En kolven, want dat ben ik vandaag ook een beetje vergeten. Slecht. Altijd als mijn productie naar beneden gaat, dan ben ik ook gelijk een stuk minder gemotiveerd om te gaan kolven. Terwijl dan is het juist heel erg belangrijk om het goed bij te houden. Ja, we zijn er ook achter gekomen dat het al echt tijd is om de baby's wat meer op te gaan voeden, hè? Want ze doen dingen... Dat kan niet. Dat gaat echt niet. Ze gaan zomaar op tafel zitten bijvoorbeeld. De baby's zijn weer... echt al een paar uur flink aan het huilen. Het zou regeldag nummer 3 of 4 worden. Ik weet niet of we gewoon regeldagen hebben of gewoon huilbaby's op het moment. Maar we hebben ze nu heel eventjes in bed gelegd. We gaan hun middagslaapje doen en wij gaan nog heel eventjes een beetje serie kijken. En dan gaan we over een uurtje, dan hebben ze wel een uurtje lekker rustig geslapen. En daarna gaan we weer lekker met ze knuffelen. Ik heb een hele beker vol met passievruchtslijm gemaakt. En nog heel erg veel passievruchten over. En dat ga ik zo lekker opdrinken. Wat ben jij aan het doen? Oh, zij is op de tafel gaan zitten. Nou, dan moeten we de baby toch eens even aanspreken. Want ze kan natuurlijk niet zomaar uit zichzelf op de tafel gaan lopen zitten als zij niet kijkt. Lopen kan ze ook, hoor. Lopen kan ze ook. Ja, dat ziet er heel goed uit. Dat is hoe lopen werkt. Nee, ze was een beetje sad. Waarom was ze sad? Ja, weet niet. Ze hebben vandaag gewoon weer een beetje een heldag. Kijk, poephoofd. Zie, hetzelfde als jouw hoofd, hè? Ja, hè? Hetzelfde als jouw hoofd als je gaat poepen. Ja. Hetzelfde hoofd. We hebben een foto van Darcy waarop ze aan het poepen is als baby. Precies hetzelfde hoofd als onze baby's. Vies. Vies, mama. Vindt ze niet fijn. Maar het zou wel eens fijn zijn als ze even gaat poepen. Ja, ze heeft al 2 dagen niet gepoept. Kijk, dan. Sad baby. Ga maar lekker poepje doen. Dat was de vlog alweer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet hem niet door te sturen naar iedereen als je hem leuk vond. En wij zien jullie morgen gewoon weer met een nieuwe vlog. En ik heb een video geüpload op mijn kanaal. Een moestuinvideo. Dus als je daar nou benieuwd naar bent, linkje staat in de beschrijving. En check hem gewoon eventjes. Wat ook belangrijk is om te onthouden is dat we vanaf 1 maart de pools een beetje om gaan gooien. Tenminste, we gaan er niet voor zorgen dat alles anders wordt. Maar we gaan meer vastigheid zorgen. We zorgen ervoor dat de vlog elke dag om 6 uur 's ochtends al online staat. Maar daarover binnenkort meer. Heel erg bedankt voor het kijken, mensen. Tot morgen. Doei! Doeg.